voor mij is het een nieuwe start. Ik heb echt het idee dat ik een tweede kans krijg om weer een nieuw leven te gaan beginnen. Nou ja, leuke dingen met de kinderen doen. Sporten. Dus gewoon veel actiever zijn. Veel meer energie hebben om dingen te doen. Ik ben een alleenstaande moeder van twee pubers. Eentje van 12 en eentje van 14. En ik probeer wel ergens te sporten, maar het is voornamelijk heel hard werken. Eigenlijk geleidelijk aan in de afgelopen jaren is het steeds meer geworden. En was het steeds moeilijker om het eraf te krijgen, omdat je in een bepaalde gewoonte komt. Nieuwe baan beginnen, stress, dan toch wel gaan eten, daarna de kinderen. Ik heb natuurlijk heel lang wel over nagedacht, god, ik moet er wat mee. En weet je, ik moet afvallen, enzovoort, enzovoort. 2 jaar geleden kreeg ik van mijn dochter te horen dat ze zich eigenlijk toch wel een beetje schaamde, omdat ik de dikke moeder was op het schoolplein. En dat was voor mij echt het keerpunt dat ik dacht, nee, nou is het klaar. Ik ben 42, ik heb 2 kinderen, ik heb nog een heel leven voor me. Ik ben naar de huisarts gegaan. Daar heb ik eigenlijk meteen een verwijzing gehaald. Gebeld met de bariatrie, afspraak gemaakt. Kwam ik bij dokter Van der Laar. En dat was gewoon een heel fijn gesprek. En legde het goed uit. Ik kon ook gewoon al mijn vragen stellen. En van daaruit is het traject verder begonnen. Dus ik hoop dat ik na 1 jaar weer ongeveer zo'n 70 kilo weeg. Dus dat ik bevrijd ben van 50 kilo overgewicht. 50 kilo lichter, ik neem de stap.